Waar zijn al die miljoenen? 550 miljoen van de Eximbank. Zoveel geld van IMF. Overal ter wereld loopt deze man te bedelen. Waar zijn al die miljoenen naartoe? Zien we ontwikkeling komen? Die flyover, zijn ze gekomen? Diepzeehaven, is het gekomen? Die trambaan van ergens naar nergens, is het gekomen? Die 18.000 woningen, zijn ze gekomen? Zijn we in Dubai beland? Die government die zou worden weggehaald, is het weggehaald? Die benzineprijs zou omlaag worden gebracht, is het weg, is het gedaald? Al die dingen, die cassavefabriek, draait die cassavefabriek? Die woningbouwfabriek, draait het? We zijn nimmer vooruitgekomen. U heeft net projecten genoemd, zoals de cassavefabriek, de treinen, etc. die beloofd waren en niet gerealiseerd zijn. Maar ik dacht eergisteren of zo was er een InfoAct programma op tv, waar de presentator een reeks met projecten heeft laten zien die de regering wel heeft gedaan. Wat zegt u op het argument dat misschien die beloften niet zijn gerealiseerd, maar wel andere projecten zijn gedaan? Nou, welke projecten? Want die projecten die ik genoemd heb, dat was het stokbaardje van Boutussen toch, om te zeggen, geef me nog 5, want die 18.000 woningen zijn niet gebouwd. En we komen bij Furu, we hebben het FV van 2015, propagandatijd. Je hebt het FV, en we komen bij Furu, de flyover naar bouw, de 18.000 is er nog kom. We hebben het FV van Oudu, want dat we bouwen trambaan van ergens naar nergens. Ultimo, midden maart 2015, zou de eerste wagons rijden. Dat waren de woorden van meneer Jozef Zoon. Adin, Ashwin Adin, was minister van Onderwijs, is naar Kommerwijnen gegaan, daar naambord onthuld. Is naar Marowijnen gegaan, daar ook naambord onthuld. Hier komt het middelbaar schoolcomplex van Marowijnen, Beursiedeweg, ik praat over de Beursiedeweg, Sinkampo. Gaat u kijken. 1 Leguane Park heeft u daar aangericht. We zijn helemaal van de spoor af. Mijn Bozen heeft het land vernietigd. InfoAct is om het volk zoek te houden, om het volk te brainwashen. En dat was de methode van Hitler. Adolf Hitler heeft gezegd, een leugen moet je zoveel mogelijk herhalen dat het volk dat als waar zal aannemen. En daarmee zijn ze bezig.